water. Het kleine Nederland is er groot mee geworden. Het land van de waterwonderen. Maar achter al deze wonderlijke creaties zitten gepassioneerde mensen, zoals jij en ik. Mijn naam is Wilbert Minkveld. Ik werk voor Witte Vin & Bos in Deventer, wat een groot ingenieursbureau is. Witte Vin & Bos ontwerpt onder andere drinkwater- en afvalwaterinstallaties over de hele wereld. Ik werk nu ruim 15 jaar in de watersector. En ik heb voor deze sector gekozen omdat ik het een hele boeiende sector vind waarin heel veel gebeurt. Ik hou mij binnen Witte Vin & Bos en ook in mijn werk met name bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken om water nog schoner te maken. Dit gaat in de toekomst ook een geweldig probleem worden überhaupt in de hele wereld om mensen te voorzien van voldoende schoon drinkwater. En daar hoop ik op deze manier een bijdrage aan te kunnen leveren. Dit systeem combineert de verwijdering van stikstoffosfaat en de verwijdering van medicijnresten en bestrijdingsmiddelen in één reactor. Dit is een nieuw concept. 7 jaar geleden mee begonnen en staat nu hier fullscale op de RWST Ostermeer als eerste in de wereld gebouwd. Het is natuurlijk ontzettend leuk om daar zelf mee bezig te zijn en uiteindelijk ook te zien dat dit gebouwd wordt. Waar ik ook best trots op ben. In Nederland hebben we het eigenlijk op het gebied van water heel goed voor elkaar. Maar met name als je in Azië komt of het Midden-Oosten of in Afrika, dan zie je dat op heel veel locaties water nog helemaal niet gezuiverd wordt. He, dat mensen uit rivieren staan te drinken waar eentje verder gewoon afvalwater in komt of dergelijke zaken. En om daar een bijdrage aan te kunnen leveren om dat probleem op te lossen, dat kinderen minder snel ziek worden, dat kindersterfte ook afneemt. Als je daar een bijdrage aan kunt leveren en zeker als je ook ziet dat dat werkt, ja, dat geeft natuurlijk een geweldige kick. We hebben in Nederland heel veel kennis op het gebied van water, hè? Bouwen van dijken, maar ook het zuiveren van afvalwater bijvoorbeeld, het produceren van drinkwater. En dat is daar kunnen we de komende jaren in Nederland, vanuit Nederland, echt een groot verschil maken naar het buitenland. Alleen daar hebben we wel jonge mensen voor nodig die graag in deze sector willen werken. Het is een hartstikke leuke sector. Er zit veel innovatie in. Zeker als je in het buitenland komt, gaat het niet alleen maar om techniek, maar ook om bijvoorbeeld hoe krijg ik een installatie in een Afrikaans dorp waar het drinkwater uitkomt. Dan kom je ook met culturele verschillen in aanraking. Maar om zeg maar die bijdrage te kunnen leveren en om water als exportproduct vanuit Nederland te kunnen gebruiken, hebben we jonge mensen nodig. Dus ik zou iedereen ook graag willen oproepen van heb je interesse in water, ga dan vooral een waterstudie doen.